Zo, daar zijn we weer om een spiksplinternieuwe Batavus weg te geven. In dit geval een Batavis, want we zijn op Urk. Ik maak er even een grapje over. Hier achter mij werkt Hessel Visser. En we gaan hem verrassen, hij weet nog van niks. Want deze fiets wordt van hem. Bij Batavus gunnen we iedereen een Batavus. Van wie kwam het idee om Hessel op te geven? Allebei. En jij hebt de video gemaakt eigenlijk, hè? Jij speelt een beetje... Je bent een beetje de ster van de video. En waarom moet papa dan die nieuwe Batavus hebben? Omdat zijn fiets kapot is. Hij staat nu bij de fietsenmakers en de ketting lag eraf. Dus, dus hij is er ook wel een beetje aan toe. Ja. Op naar papa. High five. Teun. High five. Teun doet het nog niet. We zijn op zoek naar Hessel. Ik geloof er niks van. Volgens mij is dit hem. Hoi Hessel, ik ben Joey. Ik zag je kijken dat je dacht, ik hoop niet dat het voor mij is. Ja, precies. Ja, en het is toch zo. Je bent nu druk aan het werk. Ja, klopt. Heb je een paar seconden om even mee te lopen? Jazeker. Leuk. Er is iemand die het veel beter kan uitleggen dan ik. Ja? Welke twee of welke drie mensen zou dat kunnen zijn? Ja, mevrouw dus. Misschien mijn zoontje. En misschien je andere zoontje. Ja, precies. Ja, maar die dan vooral. Dus, Teun bijvoorbeeld. Teun, ja. Kijk. Hey, de fiets. Waar is je huidige fiets? Die staat nu bij de fietsenmaker. Precies. En dat heeft ze geprobeerd om tegen te houden. Maar dat is dus niet gelukt. Nee. Maar je hebt dankzij je familie een waanzinnig nieuwe fiets. En die wordt je aangeboden door Batavus. Ik wens je ontzettend veel plezier. Ja, hartstikke Heb je bedankt. Te danken aan je gezin. Derek komt ook lekker bij. Jullie passen niet met z'n vieren op de fiets, maar jullie hebben allemaal een eigen fiets, hè? Ja. Goed. Iedereen een Batavus. Bedankt voor het kijken. Bij Batavus gunnen we iedereen een Batavus.